Namaste. Mijn naam is Chandra van Sattva Healing en ik geniet ontzettend van de zon. Het is prachtig weer buiten en ik had de inspiratie gekregen om een nieuwe videoblog op te nemen. Dat gaat over zelfmeesterschap en het gebruiken van onze zintuigen. Vanuit zielniveau is alles compleet en we hebben ons lichaam nodig. Ja, dus we worden geboren in een fysiek lichaam om het leven bewust te ervaren. En we hebben daar ook onze zintuigen gekregen. Ja, dus we hebben inderdaad onze oren om te horen, onze ogen om te zien, onze huid om te voelen, onze mond om te proeven en onze neus om te ruiken. En natuurlijk ook het zesde zintuig om te voelen. Ja, dus indirect heeft dat ook wel met de huid te maken, maar tegelijkertijd is dat nog weer even een iets ander zintuig dan wat we normaal gesproken gewend zijn. Zelfmeesterschap, daar heb ik het ook al eerder over gehad, betekent dat je volledig vanuit je volledige potentie leeft, zoals jij dat graag wenst en dat zou willen. Veel mensen zijn geneigd om te denken dat gebeurtenissen en situaties in hun leven gebeuren. En dat het allemaal komt door de buitenwereld. Natuurlijk is het zo dat je dingen gratis op je bordje krijgt waar je niet om hebt gevraagd. En natuurlijk is het ook zo dat je sommige dingen niet kan voorkomen. Maar je hebt wel degelijk invloed op hoe je je voelt. En hoe je in het leven staat en wat jij er zelf van maakt. Jij bent zelf verantwoordelijk voor datgene wat je in je leven wenst. Er zijn genoeg mensen die heel gevoelig zijn voor prikkels van buitenaf, zonder dat ze het eigenlijk in de gaten hebben. En net zoals dieren hebben wij ook gewoon zintuigen en zijn we geneigd om te doen wat goed voor ons voelt. We kunnen als mens ook heel bewust creëren en neerzetten wat wij willen ervaren en meemaken. Elke gevolge heeft een keuze. Jij maakt zelf de keuze wat voor voeding je tot je neemt. Je maakt zelf de keuze naar welke muziek je luistert. Het lijken allemaal hele kleine dingetjes, maar ze hebben wel degelijk effect op je gezondheid. Dus weet ook wat voor prikkels je toelaat en met wat voor intentie dat is. Soms kun je ook juist bepaalde prikkels toelaten en ervaren. Ja, bijvoorbeeld naar hele gevoelige muziek luisteren, wat je doet denken aan een bepaalde situatie of waardoor er herinneringen naar boven komen. En dat kan er juist voor zorgen dat je bijvoorbeeld een stukje verwerkt. Hè? Dus dat je, bepaalde gevoelens en emoties een plekje kan geven. Of dat je op de een of andere manier met je gevoel verbonden kan worden naar dat moment. Dat er een bepaalde fijne gebeurtenis plaatsvond of juist geen fijne gebeurtenis. Feit is, welke prikkels je ook tot je neemt of welke prikkels er ook op je pad komen of met welke mensen je ook verbonden bent. Vanuit zelfmeesterschap erkennen en je weg neerzetten betekent dat je heel gericht de keuzes maakt wat je wel en wat je niet in je leven wilt. Soms zijn er ook bepaalde prikkels waar we niet op zitten te wachten. Soms dan zit iemand bijvoorbeeld niet lekker in zijn vel en is daardoor geneigd om heel veel aandacht van je op te eisen. Of soms zit je zelf niet lekker in je vel en wil je gewoon eventjes geen mensen om je heen hebben. Dat zijn dus het eerste gedeelte, daarbij kan het zo zijn dat het niet echt prettig voor je voelt om in verbinding te zijn met anderen. Ja, dus dat is eigenlijk een gevoel wat je krijgt omdat iemand een bepaald gevoel bij je teweeg brengt. Ja, dus dat is eigenlijk een impuls van buitenaf.
Op het moment als je zelf niet lekker in je vel zit, dan betekent het eigenlijk dat het een impuls is vanuit jezelf, wat er eigenlijk ook voor zorgt dat je gericht bent op jezelf, in jezelf, en dat je geen ruimte kan vinden om je te verbinden met iemand anders. Het zijn eigenlijk twee verschillende situaties, maar ze hebben eigenlijk hetzelfde resultaat. En datzelfde resultaat is dat het gevoel om even verbonden te zijn met jezelf en dus niet met een ander, dat eigenlijk de actie is. Zo is het eigenlijk ook met muziek en zo is het ook met de gesprekken die je voert. We zijn zo gewend om in het normaal sociale maatschappelijke leven van die standaard vragen te stellen. Maar het is toch altijd oppervlakkig. Tenminste, ja, we zijn gewend om een babbeltje te maken waarin het vaak gaat over hoe lekker het weer is. Nou, dat is dit het ideale moment voor. En er zijn soms ook momenten dat gewoon gekoppeld is aan, persoonlijke gesprekken en de persoonlijke verbindingen. En soms betekent het ook dat ik de prikkels krijg van mijn katje op dit moment. Dus dit is Whitey. En die laat me ook duidelijk merken dat hij het heel erg gezellig vindt om met me samen deze videoblog op te nemen. Dus vandaar, mocht het zo zijn dat je geknor hoort, dat heeft met hem te maken. Ik vind zijn prikkels trouwens niet storend, want ik weet dat hij op zijn manier met Sattva Healing energie verbonden is. Prikkels in het leven. Voel je, zie je, proef je, ervaar je. Toch ben jij zelf verantwoordelijk voor wat je wel en wat je niet toelaat in je leven. Als jij de keuze maakt om mensen in je leven te houden die op de een of andere manier een hele vervelende of storende energie bij zich dragen, dan kost het zoveel tijd, energie en aandacht en ruimte voor jezelf, dat het ten koste gaat van jezelf. Het is aan jou of jij daar iets mee wilt doen. Veel mensen durven geen grenzen te stellen naar anderen, omdat ze liefdevoller willen zijn en blijven. Maar het is echt voor jezelf een stuk beter en een stuk fijner op het moment als je nee durft te zeggen tegen datgene wat niet met jou resoneert. En ja tegen datgene wat wel volledig aansluit bij wie jij bent en wat jij wil. Met deze geluiden op de achtergrond en met deze fijne zonne-energie zou ik zeggen, ik wens jullie een hele fijne tijd toe. En geniet van de lente-vibes. Voor nu, namaste.